De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, heeft op 25 mei haar ontwikkelingsvisie voor de komende 25 jaren gepresenteerd. Dat gebeurde in het buurthuis Lop Makandra in Wanica. De partij, die onder leiding staat van Gerold Seeuw-Tjaran, bestond deze dag ook precies een jaar. In een persbericht meldt de partij dat het ontwerp uit 19 hoofdstukken bestaat. Het concept moet nog op de algemene vergadering goedgekeurd worden. De partij meldt verder dat een van de speerpunten van hun visie gebaseerd is op het principe van the rule of law. Dit houdt in dat alle burgers gelijk zijn, ongeacht etniciteit, geloof, afkomst of status. Hierdoor zal worden afgerekend met alle partijpolitieke belangen en vriendjespolitiek. Wanica is het vijfde district dat door de partij is bezocht. Eerder kwamen Coroni, Marowijne, Para en Paramaribo aan de beurt.